We gaan een Nicky knoop knopen. Het is een heel symmetrische knoop. Hij is in 1989 een keer herontdekt en vervolgens onder een andere naam de wereld ingebracht. Uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat deze knoop eigenlijk al nog veel langer dan dat bestond. Het mooie van deze knoop is dus dat je hem weer met de buitenkant naar binnen toe knoopt. En je krijgt een vrij mooie afwerking. Het is een elegante, veelzijdige knoop. En hij ligt qua maat tussen een four in the hand en een halve Windsor. Nou, laten we beginnen. Ik heb de brede zijde van mijn knoop aan de rechterkant, dunne zijde van mijn knoop links. Ik start ongeveer daar waar die naad weer begint. Dat is ongeveer de afmeting die ik voor deze das nodig heb. En dan gaat als volgt. Je gaat rechts, onder links. En midden door. De das naar het midden toe. Wat ik nu doe is, vanaf hier ga ik met de brede zijde naar rechts toe. Dan haal ik hem midden door. En vervolgens haal ik hem achterlangs. Dan ga ik door deze lus die ik nu net heb gemaakt. Zo. En wat ik bij deze knoop zeker zo mooi vind is wederom de kreuk, de plooi. Aantrekken. Ik zal proberen de plooi ook echt in het midden te krijgen. Goed. Vingers in het midden, twee vingers aan de buitenkant, even aantrekken. En vervolgens kun je aan de dunne zijde aan de knoop vasthoudend, kun je de knoop aantrekken tot aan je nek. Kraag omlaag. En daarmee heb je deze eenvoudige, maar zeer elegante knoop gemaakt. Je kunt hem in principe voor bijna alle formele evenementen wel dragen. Laat me weten wat je van deze knoop vindt. En succes!